Je bent wat je doet. Niet wat je denkt dat je zou moeten doen. Wat we doen. Een radioprogramma dat ingaat op onze drijfveren en het bespreken van taboes. Hoe zou het komen dat we doen wat we doen? Elke vrijdag van 8 tot 9 uur 's avonds met je host Solile Blinker op de Powerstation SRS. Kom gezellig erbij en laat je inspireren. De geschiedenis wordt geschreven door de winnaars, maar de toekomst wordt geschreven door de mensen in wiens verhalen wij geloven. Wat we doen. Goedenavond. Hoe gaat het met je? Mijn naam is Solile Blinker. Welkom. Je hoorde net Raoul de Jong, een van de vele gasten die zijn verhaal met ons deelde in Wat we doen. Deze uitzending, de review, de terugblik, is de laatste van het jaar 2022. Ik zou het jaar willen afsluiten met het gevoel en de boodschap van dankbaarheid, besef en goede vooruitzichten. Wat we doen ging op vrijdag 7 januari van start in de ether hier op SRS en online YouTube op mijn kanaal Solile Blinker. Bij deze nodig ik je uit om de YouTube kanaal te checken en check ons ook op Facebook. Het komend uur nodig ik je uit om te luisteren naar verschillende uitspraken en gedachtegangen uit de uitzendingen van Wat we doen 2022. Mensen focussen de laatste tijd heel veel op elkaar en zeggen elkaar de lelijkste dingen terwijl we al zoveel ellende meemaken. Focus op jezelf en handel met liefde. Wat we doen. Wat is dat ding dat je wil dat je kinderen trots op zijn als ze zeggen, papa? Dat ik altijd daar voor ze ben geweest. The thing is, growing up without a father, ik heb het altijd gezegd, ik wil niet zijn als mijn vader. But at some point, we all know that energy stays. It is leaving. Snap je? So, lessons need to be learned. And if you want to break a cycle, dan moet je doorstaan. As I listen to you, dan zei je van, ik wil niet als mijn vader zijn. Kijk, wat ik heb geleerd, hè, is, dat is vermijdend gedrag. Dus meaning, je gaat door het leven van, ik wil niet als mijn vader zijn. En meestal, zulke mensen zijn juist als hun vader. Omdat je zoveel vecht. Ja. Het is net een versleten band. Je gaat die band verslijten. Ja, en daar wilde ik juist op komen. Ja, toch. Maar dan heb je benaderend gedrag. Which is, oké, mijn vader is zo. Ik ben 50% van mijn vader. Ja. Dus als er iets zou zijn dat lijkt op mijn vader, dan is de les geweest, ik weet wat de consequentie was van mijn vader. Dus dan doe ik het niet. Juist, precies daar wilde ik aan. Want dat geeft een vrijer gevoel. Juist, ja. Wie kan je daddy sometimes daddy een asshole? That means 50% you can be an asshole. Ja, klopt. Dus I die asshole soms. Ja. Ik heb, dus daar wilde ik net opkomen. Ik klink net een moeder, hè? Maar ik wil je gewoon, because I love you. I know. All right. I'm young. Mm-hmm. Good, heerlijk. And I appreciate it. Yeah, heel welkom. Daarop wilde ik net aankomen. Het is, ik heb gezegd, ik wil niet als mijn vader zijn. Mm-hmm. En door de jaren heen ben ik ook gaan realiseren. Dat is die lessen toch waarover ik het net had. Mm-hmm. Lessons need to be learned. Yeah. Snap je? Hij is weggegaan. En ik zie het ook in vele mensen hun leven. Het maakt niet uit wat je doet. Jouw vader gaat weg. At some point you're gonna leave. Of 9 uit de 10 mensen, laat me dat zeggen. Ga weg. So meaning, op een gegeven moment ga jij ook weggaan. Ja, nee. Jij bent die één. Ik ga die één zijn. Omdat die lessen, net als ik het zei, die lessen. You're learning the lessons. En je weet wat het met jou heeft gedaan. Waarom ga je je kind dan ook daardoor laten gaan? Ja. En je hebt uiteindelijk over die vicieuze cirkel. Want als je naar sommige families kijkt, het is a certain thing that comes. Juist, it keeps repeating. Dan moet je eigenlijk onderzoek doen naar dat ding dat het zo maakt. Juist. Maar dat is mooi. Hey guys, ik ben Isaiah Cyrus en welkom bij Wat we doen met Solile. Ik vind het heel makkelijk om dingen te accepteren waar ik geen verandering in kan brengen. Dus in mijn spiritualiteit gebeurt wat er moet gebeuren, omdat het moet gebeuren op het moment dat het gebeurt. En zo zie ik dat. Dus wat we nu meemaken, is goed voor ons.
Of we worden de... Als we deze energie die we nu ervaren, waarin we aan het schelden zijn, als we dat gescheld omzetten in inventiviteit of nadenken of praten met elkaar of iets nieuws gaan designen, mm-hmm, dan is het goed geweest dat we dit hebben meegemaakt. Mm-hmm. Wat we doen. Heb je een boodschap aan Suriname? Ik heb in eerste instantie niet echt een boodschap aan Suriname, maar als je me die vraag stelt, denk ik, laten we samen de vrijheid blijven pakken. Dat is het eerste wat in me opkomt. Maar ik ben vooral benieuwd naar de boodschap die Suriname voor mij heeft. Ja, dat. Het is mooi. In je antwoord merk ik, als ik een conclusie kan trekken, als ik die vrijheid heb. Het is Gavin Fiano, kijk naar vraag om aanbod te kunnen vormen. Gavin Fiano is selfless en dient zich als vessel en facilitator van Suriname. Heb ik dat goed? Yes. Nee, boy, je bent welkom. Schitterend verwoord. Word je bent welkom. We accept it. We claim it. We take it. Dank je wel. Dank je wel voor je tijd, Gavin Fiano. Dus nu ben je hormonen. Ja. Zijn er nog andere veranderingen die plaats hebben gevonden? Ja. Wat er toen gebeurde is, ik begon met mijn hormonen. Ik heb mijn operatie gedaan. Het leven ging goed, leuk. En toen 6 maanden in... En toen kreeg ik buikpijn. En ik dacht bij mezelf, wat gebeurt er nu? Dus ik helemaal van... En die buikpijn leek op menstruatiebuikpijn, maar dan maal 10. En toen dacht ik van, wat nou? En toen ik die buikpijn voor het eerst voelde, rende ik naar het toilet. Ik dacht, mijn god, die menstruatie is terug. Ik kan me niet voorstellen, want dat was... Laat van die borsten. Die menstruatie was traumatisch. Ja, want hoe... Traumatisch was dat. Maar wat heb je met menstruatie? Leg uit. Want ik zelf heb iets met menstruatie. Ja. Dus laat staan jij. Het is... Boy, het is gewoon... Het is vrouwelijk. Het is iets dat... Ik weet het niet. Het laat me zo vrouwelijk voelen. En ik kan het niet... Ik weet het niet verder uit. Ik kan niet er tegen. Dus het is niet per se iets met het bloed of de geur. Maar meer de connotatie van menstrueren is vrouw zijn. Ja, is wat het is van, like, ja, er is weer een eitje vrijgekomen en toen is het weer gaan, is die baarmoeder weer gaan opbouwen en toen moet het weer afbreken. Ja. En het hele proces is zo, like, het is bedoeld voor een vrouw om een eitje vrij te komen zodat ze een kind kan krijgen, mens. En ik hoef dat niet. Ja. Ik weet ook al, ik hoef nooit zwanger te zijn. Ik ga nooit zwanger zijn. Mm-hmm. Dus wat er gebeurde met die buikpijn, ik ga een beetje veel informatie geven. Nee, dat is oké. Okay. Die buikpijn werd getriggerd door een orgasme. Je jokt. Dus wat er gebeurde, je doet je ding, je hebt fun, orgasme, buikpijn. Verschrikkelijk krampen. En wat er gebeurde is, het was een delayed pain. Dus wat er gebeurde, ik ging naar slapen en dan midden in de ochtend wakker van verschrikkelijke pijn. Ik kan het alleen maar beschrijven als, volgens mij voelen we je zo aan. Mm. Echt een cyclus van, het houdt je vast. En dan gaat het omhoog en dan laat het weer los. En dan zo'n cyclus. Paracetamol hielp niet. Op een gegeven moment gebruikte ik NSAID's ervoor. Diclofenac en zo. Diclofenac. Oh, je bent niet allergisch. Nee. Toch, het is zo iedere keer. En het gebeurde steeds vaker en vaker en vaker. Maar kreeg je vaak orgasmes? Ja, maar ik bedoel van... Ja, je moet leven. Nee, maar wat grappig. Ik zou dit nooit bedenken. Hé, hey, dit is Nina de la Parra. Dit is wat we doen met Zulile Blinker. Als ik een bepaalde vorm van seksualiteit of een bepaalde vorm van vrouw moet zijn... en anders ben ik niet feministisch. Laat me dat zelf AUB bepalen. Hoe mijn eigen seksualiteit werkt. Je kan super feministisch zijn en alsnog... elke avond door 8 mannen uit elkaar willen worden gereten die je hebben vastgebonden. As long as it's, you know, your choice. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar boodschap naar de Surinaamse vrouw is dat de Surinaamse vrouw haar waarde niet moet onderschatten. Ze kennen het wel, maar ze onderschatten het. En in die positie worden ze dan kwetsbaar. Waardoor mannen vaak die vrouw minder inschatten dan ze is. Ken je waarde. Wees een entiteit. Laat niet over je heen lopen. Laat niet met je sollen. Wat we doen.
Ik hou niet van Bigitaki, Sulile. Is dat waarvan ik nu hou, is Bigitaki. En ik, als ik het kan helpen, zet ik mezelf nooit in een positie om afhankelijk te zijn van anderen. Het probleem in Suriname is en blijft, en dat ga ik een gevoelig punt raken, maar dienstbaarheid staat voor onderdanigheid in Suriname. Dus op het moment dat wij dienstbaar gaan zijn naar anderen, dan komt een stukje slavernij omhoog. Want ik ga jou niet. Ik ga niet onderdanig doen naar jou. Ik ga jou niet bedienen. Dus ik moet jou eten brengen. Dat is onderdanigheid. Terwijl hospitality vak een heel waardevol en trots vak is als je iemand bedient, als je iemand helpt, als je dienstbaar opstelt. Wat we doen. Wat is in de geschiedenis van Suriname dat jou echt heeft aangegrepen? Even goed nadenken, anders gaat Cynthia boos op me worden. Cynthia McLean, hè? Ja, Cynthia McLean. Je hebt een programma met haar gemaakt, hè? Ja, prachtig programma. Met de binnenstad van Paramaribo. Ja. Dat was geweldig. Ook gewoon om de informatie die we hebben gedeeld met mensen. Maar er was geen take one en take two. Mm. Cynthia en ik zijn gewoon op stap gegaan. Ja. En we hebben hand in hand, Bobby aan Bobby gewandeld en gezeten. Het was een gesprek tussen Cynthia en ik. Yeah. Het was persoonlijk. Het was persoonlijk. Eindelijk persoonlijk. Iets dat mij elke keer weet. Waar ik kippenvel van krijg. Ja. Meer nog dan slavernij en contractarbeid en de kwelling die daarmee gepaard is gegaan. Mm-hmm. Gewoon de periode vlak voor de onafhankelijkheid. Waar mensen zo onzeker waren. Ze willingly alles hier achterlieten. Omdat het anywhere else beter moest zijn. Dat je dusdanig geïndoctrineerd bent geweest, mm-hmm. dat je dat doet. Dat is gewoon, ik word er elke keer stil van. En dat je nog steeds mensen hebt die dan zeggen, ja, was Suriname nou wel ready voor de onafhankelijkheid? Punt is, we zijn het nu. En we moeten het nu ervoor zorgen dat we het beter gaan doen. Mm-hmm. Dus, maar dan, daar merk je dan weer. Dat is ook gewoon het moment waar voor mij duidelijk is geworden. Dat we oké zijn met die wonden die we hebben. Ze hoeven niet te helen. Let them fester. Weet je, laat ze etteren. Mm-hmm. Dat is gewoon... Wat is de grootste wond van Suriname? En dan bedoel ik daarmee het uitzicht daarin bepaalde gedragingen. Van ons volk, dat echt opvallend is. Wat valt jou op? Ik denk dat een van de grootste wonden voor Suriname is dat we bang zijn. Angst is het. Angst voor verandering. Ik denk dat we zijn routinebeestjes. En ik denk dat het net iets te lang is geweest sinds de laatste shake-up. En ik denk dat we allemaal wat wakker geschud kunnen worden. Ik denk dat we allemaal schermen naar de buitenwereld met het eenheidsbeeld en alle volkeren van de wereld en dat hier het smelt. Ja, precies. En in zekere mate is het waar. Ja, toch? Want we kunnen allemaal hoe noem je dat? De nationale dishes zijn niet alleen van die Hindustan, zijn niet alleen van die Marons, zijn van ons allemaal. Mm-hmm. We feesten even hard mee met het Chinees Nieuwjaar of met... Met Diwali. Mm-hmm. Weet je, het zijn ook mijn feestdagen. Mm-hmm. Maar ik denk dat we ons vastklampen aan die boodschap, aan dat beeld. Omdat we weten dat we elkaar lang niet goed genoeg begrijpen om hand in hand te gaan. Ik geloof nog steeds dat die meer dan die boeien en die ketens die we hebben gehad... in ons verleden, dat die ketens nog steeds echt zitten in our hearts and minds. Mm-hmm. Dat we niet daarvan af willen, omdat we het niet anders kennen. En we zijn er oké mee. Het is een wereldprobleem. En elke regio heeft er een variant op. Maar omdat wij zoveel verschillende stromingen bijeen hebben... heb je dus ook gewoon keer op keer gewoon die hurt. Elke keer op een andere manier. En de een zegt elke keer, nee, je begrijpt het niet, want bij mij is het anders. Nee, bij mij was het erger. Nee, mijn voorouders hebben dit meegemaakt. En dan verliezen we gewoon die overbrugging van, we hebben dit allemaal meegemaakt. En we zijn er allemaal sterker door geworden. Althans, dat moest het zijn. Dat had het moeten zijn. Wat we doen. Dit is nou een combaté poema voor José Paramí.
Dimi kon fri, nemi hoorbere. Minyan boom fu umben kan gro boom. Alla mi ching mi char neji moon. Redi, blaka, geri, groom. Mi ne mek sibi moom ching. Mi lerun waka, mi lerun taki, mi lerun prei, mi lerun lobby. We kar mi mamas ranang, ma mi abdi frenti neng. Lobby na nga pasensi na tuf den. We kar mi mamas ranang, ma we dot mi liba, pe mi mwasi. We kar mi mamas ranang, ma we sotu mi doti, pe mi musprani. We kar mi mamas ranang, ma we bana busi, pe mi fenwan kouru pe. We kar mi mamas ranang, ma fisi no dena liba, fa mi mdringwan brafu. We kar mi mamas ranang, ma ete uno man bondru. Leki ma mi ati e brudu, Fushimi pchina wei. Wan bere sani. Wan leri unkisi. Wan bobi undringi. Mine aksi goto. Mine aksi diamanti. Wan komandi midi unu. Lobby and lispeki unsrefi. Na dat hebiso. Chinfu wan bere. Chinfu wan doti. If true true. Mina mamas ranan, da unsa lop uns refi. Mensen gaan door zoveel en ze maken zoveel mee. En zelfs als je gewoon denkt dat die persoon een Porsche Cayenne rijdt, of die persoon heeft alles, of die persoon heeft een, wat je op Facebook ziet, gewoon een hele lieve partner, of die persoon reist vaak, of whatever, is succesvol op school, is heel pinter en heeft een PhD en whatever. En jij zou heel graag een PhD willen, of je zou graag een bachelor willen. En die persoon heeft dat. Weet je niet wat die persoon meemaakt elke dag. Wat die persoon, zijn bergen zijn die die persoon moet beklimmen elke dag. Elke dag. Elke, en dan heb je nog de tegenslagen van het leven die iedereen wel ervaart. Want iemand overlijdt wel eens en een bandboord terwijl je haast naar een sollicitatiegesprek. Weet je? Denk je dat liefde dat oplost? Begrip. De kwaliteiten van liefde lossen dat heel veel op. Als je begrip hebt, ben je bijna automatisch less judgmental. Wat we doen? Apo don sweetie. Yeah man, a bledo, boom de brassisier. How fun, nah. Look, na kapata fulu kusa matole adungu bendi ya naishi de sande na off-white. Afasifa de sama fate ya so hebi efi besabi ome ya bio na kibokside. A ome sama meke moiti fute de. Noiti de meke, not nice. They love you why you waka yuna last one. Je sabi magide da wang and a surprise. Mayamu ki sefi. Imolo bi sefi. Imafufi sefi. Mayamu soy sefi. Alibi na fulibi. Live your life, my G. Ayu libi sama amu libi engi. Alibi na fulibi. Live your life, pop chi. Samai sanya meke pa imanki. Alibi na fulibi. Ayu mofote ke woko. Manami yo boko. Atene me sef mi alcohol na ke wo. Dam de ding. Yetakite ise ke seke jow dunu membe. Ye de masai de minai fele. Asanya son meke fing. De nobe de fute ke leli. De ki yama ya teke de gua maiko de go teke shen. Brasho weifo son de fusta merekta sanga winta. Oso de no jainya ten. Anala la si nala si som sim la si fi wini. Usa nye teke ten. Meti kwa ganda. Disama uteke upanga. Bombo klat. O wipi de jabaja. Meti kwa ganda. Demboy uteke upanga. Bombo klat. O wipi de jabaja. Nalo bi sama moi sefi. Tide jo opoi. Tamayo sakai. If you want ika pay aces. Deyo shifa yo fingi fangai. Faika janga wasama, dabi faja lusu gida e jalu swangai. Alasa nye pasa gon tapu, mana poti ati fudi di bibai. Mapueke jefanga bakalu, jefanga bakalu, mapueke jefanga bakalu, jefanga bakalu. Mayamu ki sefi, imolo bi sefi, imafufi sefi, mayamu soy sefi. Alibi na fulibi, live your life my G, ayu libi sama amu libengi. Alibi na fulibi. Live your life pop chi, samai sanya meke pa imanki. Alibi na fulibi, ayu mufodeke woko. Manami yo boko, atene me sef mi alcohol na ke wo.
dam de ding. Meti guaganda, mi boy uteke upanga, bombo clad, o wipi de jabaja. Meti guaganda, mi boy uteke upanga, bombo clad, o wipi de jabaja. Alo wo wipi, my wipi. Ya! Alibi na fu libi, ai. Je hoorde net Psycho met Enjoy. Je luistert naar de laatste uitzending van Wat We Doen voor 2022, de review, de terugblik. Een jaar lang waarin we onze drijfveren en het bespreken van taboes centraal stelden. Wil je meer informatie over ons? Geïnteresseerd in uw reclames tijdens Wat We Doen? Wilt u uw verhaal delen, suggesties doorgeven? We staan open. Check Facebook en weet dat u alle uitzendingen kan volgen op YouTube. Blijf luisteren naar de invullingen van ons leven via de verhalen die zij deelden. What's the legacy that you want to leave behind? Ik denk verschillende dingen. Natuurlijk via mijn werk is gewoon excellence, right? Gewoon ook niet eens durf of lef, maar waar ik het eerder over had, the voice of the African continent, between brackets, and the rest of the world, en wat het continent te bieden heeft en de waarde die het heeft in de rest van de wereld. En zonder uit het oog te verliezen dat het continent ook gewoon dingen voor zichzelf moet doen. Even dat terzijde, als ik echt denk aan, aan wat mijn legacy zou moeten zijn, moet ik eigenlijk een paar stappen terug doen. I'm an ancestralist. Dat wil zeggen dat ik erin geloof dat mijn voorouders mij beschermen. Dat ik een verlengde, alles wat ik doe in het verlengde ligt van wat zij hebben gedaan. En alles wat naar mij komt in het verlengde zal liggen van wat ik heb gedaan. Dus ik zie mezelf eigenlijk gewoon als een mier in een groot mierennest dat gewoon een ander stukje aan het bouwen is waarop iemand anders verder moet bouwen. Dus het is heel belangrijk dat ik begrijp wat er voor mij was. En dat ik dan ook genoeg achterlaat voor iedereen die na mij komt om verder te bouwen. En ik hoop dat het meeste van mijn legacy eigenlijk tijdens mijn leven gebeurt. Dat ik mensen kansen open voor mensen, deuren open voor mensen. Dat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Zo leef ik ook bewust met mijn nichtjes en neefjes. Ik weet hoe het is om in Suriname op te groeien en te denken dat je ergens niet thuis hoort. Omdat je niet genoeg geld hebt of omdat je ergens op lijkt. Weet je, vroeger ging ik altijd bibberend bijna Torarica in. En dan voelde je zo opgejut omdat je echt dacht dat je daar niet thuis hoorde. En ik zal alles in mijn vermogen doen om ervoor te zorgen dat geen enkel Surinaams kind dat gevoel heeft. Dit is op een heel persoonlijk niveau. I don't want people to run into the obstacles that I ran into. Beautiful. And the best way to sometimes do it is just to break through them as they are watching. Yeah. Right? En part of my legacy is inderdaad ook om gewoon door te geven wat mijn voorouders hebben gedaan. Daarom ben ik ook altijd zo bezig met de legacy van mijn ouders. Yeah. Hoe leeft hun naam voort in de samenleving? Dus dat zijn geen grote dingen. En ik wil gewoon ook een biggiesman worden. Weet je, onderdeel van mijn geloof en cultuur is ook dat je straks wil je wel dat je nazaten, wanneer ze hun camera liedjes zingen, zeggen van, ai, Jennifer, ja, Adatibé. Weet je, deze pre was speciaal. Je wil niet. Weet je wie zal komen? Begrijp je. Beautiful. Dankjewel, Jennifer. Er zijn maar twee dingen in het leven gratis. De dood. Iedereen kreeg hem. If you have a good life, or a short life, or a terrible life, you're gonna get it. And the sun. Wat we doen. Ik ben niet zozeer bezig met mijn legacy, hoor, want ik heb een interesting point of life. En dat wil ik nog even delen. Is dat ik denk dat we allemaal persoonlijk, dat zijn energievelden die we allemaal doorheen moeten gaan. En hoe kom ik hierop? 8 fucking miljard mensen, zeggen we nu. Die moeten allemaal eten. Hebben allemaal een ego. Worden nu gevoed door dit ding. Wat ze noemen smartphone. Ik weet niet als het smart is. Mm-hmm. En dan kijk hoe snel die expansie is geweest. In de jaren 60 is anticonceptie. Pas, bij toeval. Mm-hmm. Met een podcast geluisterd. Van Malcolm Gladwell. En hij had een arts, iemand die eigenlijk niet arts fysiek, maar gestudeerd, maar is in het lab gegaan om onderzoeken te doen. Het was een arts die 3 keren tot God bad per dag. Op zijn knieën. Zo gelovig was hij. En hij is in het lab gegaan en bij toeval heeft hij anticonceptie eigenlijk ontdekt. Tot zijn dood is hij eigenlijk vergruisd toen door het Vaticaan, omdat hij eigenlijk een killer was.
toch? Ja. Anticonceptie. Maar ik heb me dan afgevraagd, hoe de fuck zou deze wereld er nu uit hebben gezien als die anticonceptie er niet was? Vrouwen hun wil, recht, condooms. En zo kan ik een aantal factoren noemen die ons niet beletten om zoveel mensen op deze aardbol. En die al die mensen moeten eten en drinken. Die moeten een stukje land hebben. Die moeten iets hebben. Die vechten allemaal ook niet voor zichzelf, maar ook voor hun kinderen en kinderen. Mm-hmm. Waar gaan we naartoe met z'n allen? En als je altijd zo'n dingetjes in play ziet, want niks is toeval bijna, hè, komt in een way. Mm-hmm. En zo zal Suriname ook eigenlijk, denk ik, in de toekomst bewijzen. We hebben het al bewezen 80 jaar geleden met Boksit, mm-hmm, voor de geallieerden. We staan nu weer ook op een punt. In eigen beheer, eigen bestuur. Nu met olie. Ja. Maar wat gaan we ervan meemaken? Precies. Gaan we alleen maar... Want je kan niet je bankrekening voeden. Mm-hmm. Je gaat op een gegeven moment ga je het geld niet hier kunnen opmaken in dit dorp. Mm-hmm. You have to go abroad. Moet je weer vrienden gaan kopen. Dan ben je steeds aan het kopen. En dan de einde, denk ik. Dus denk aan door dat. Mm-hmm. Wat we doen. Just do it. Weg van de nostalgie die alleen stemmen hebben die ons vertellen om terug te gaan. Ik zeg, maak muziek met vooruitblikken. Doen. Laten we de kunst van het leven feestelijk vieren met eenvoudige woorden om buitengewone dingen te doen en neer te zetten met de taal die we allemaal gebruiken en doen. Want wat we doen is het invullen van geheugen. Reizen. Dus waarom niet in eerste klas? Gewoon doen. Mijn naam is Sherida Mormon. En in het kader van Kitikoti, de afschaffing van de slavernij, is dit mijn boodschap. Of mijn beleving. Want die eeuwenlange mishandeling en de mensonterendheid. Yes, een nieuw woord. Die mensonterendheid tijdens en direct na die slavernij is een feit. Maar dat bestraf ik. En ik ontbind het. In de naam van de Almachtige. Weet je? Ik focus me van dezezelfde periode op wat me inspireert. Wat me energie en kracht geeft. Dezezelfde periode. Ik focus me op die ketting bestaande uit verbindende schakels. Van drang tot overleven, tot blijven leven. De schakels van doorzetting en strijd. De schakels van overtuiging en zelfmotivatie, van saamhorigheid en elkaar ondersteunen. Vanuit een ongelofelijke kracht. En creativiteit. Ondanks, hè. Ondanks die laffe daden tegen mijn mensheid. Ik kies te focussen op wat me inspireert. Om verder te gaan. Om niet op te geven. En juist die ketting over te dragen aan mijn kindskinderen. Die andere bestaat niet. Die bestaat al lang niet meer. Grond moet altijd van de staat blijven. En mensen moeten betalen om het te huren. Daardoor heeft de staat altijd geld. Als alle gronden in Suriname grondduur zouden zijn, en de staat zou per jaar voor bijvoorbeeld 500 vierkante meter 1000 SRD ophalen bij ieder, hadden we nooit meer begrotingstekort. Maar als je het weggeeft in eigendom, dan geef je eigenlijk het belangrijkste wat je hebt weg als staat. Je hulpbron, grond, geef je weg. Je productiefactor, grond, geef je weg. Aan iemand en die kan ermee doen wat hij wil. En je hebt als staat geen power meer over. Terwijl je als staat je daarmee zou kunnen verdienen om noodzakelijke voorzieningen te plegen, zodat de grond zijn waarde kan behouden. Wat we doen. Ik ben Stanley Patterson en ik ben hier in Wat we doen met Solidair. Je moet zelf opstaan
en iets doen en bezig zijn met... Al zit het niet in je om misschien de wereld te verbeteren. Maar zorg ervoor dat je omgeving en je mensen om je heen beter wil zien. Dat je ze pusht om wel hun potenties te bereiken. Ja. Dat we gaan investeren in onszelf. Los van klagen over hulp. Dat we die hulp gebruiken, maar in ons voordeel. Want globally en internationally, alles is politiek. Je gaat altijd te maken hebben met, yo, hoe ga ik mijn geld terugverdienen? Hoe ga ik het financieel redden als ik nu dit investeer of deze tijd investeer? Dus daarom zorg ervoor dat je mensen om je heen hebt die wel die tijd en dat geld willen investeren. En komen jullie samen. Isabi? Ja, mooi. Ik hoor Sean Taylor. Yes. Positief. Yes. It's beautiful. Als je zo praat, dan denk je van oké, dit is je aanpak. Dit is hoe je het bekijkt hier. En als ik naar je luister, hoor ik steeds dat van die teambuilding to make magic. Want ik ervaar het ook. Kijk, als je ergens woont en je ziet van hé, die is er, die is goed bezig ermee. Dat geeft het je hoop dat er mooie dingen gemaakt kunnen worden. Toch? En in mooie dingen maken. Ik kan me voorstellen, vroeger dan dacht je van ja, ik ben niet goed in school. Ik ben niet goed in rekenen. Maar creatief ben je gewoon uitmuntend eigenlijk. Vertel mij hoe die intrinsieke, dus dat inwendige, die vergadering die je met jezelf had, hoe je daarmee omging. Om toch wel zo stevig in je schoenen te staan in een land als Suriname, als creatieveling. Door mezelf te ontwikkelen. Mm-hmm. Door to sharpen my tools. Om mijn skills uitmuntend te maken. Om in elk moment, op elke plek de beste te willen zijn. Mm-hmm. Ik wilde altijd winnen, man. Ik was echt iemand die echt, maar echt wilde winnen. En ik zei het ook gewoon tegen iedereen. Ja. Dat ik ga nu winnen hier. Snap je? En als jij wil winnen, dan moet je echt hard zijn. Snap je? Ik zag die competitie ook met mijn vrienden op. Al mijn vrienden, we zijn competitief. Mm-hmm. Het is al FIFA. Wanneer je FIFA wil spelen met elkaar, we willen winnen. Snap je? Wie is de beste? Snap je? Het is gewoon elkaar uitdagen. Wie is de sterkste? Snap je? Ik zou nooit met die man gaan vechten of zo. Snap je? Of yo, ik sloop jou sowieso. Snap je? Maar dan toch uitdagen. Maar dan hoe ga je om met verlies dan? Dan denk ik gewoon van, yo, ik ga analyseren. Ik ben echt into vechtsport bijvoorbeeld, mm-hmm. snap je? En hun vechters, ze amuseren me echt. Mm-hmm. En hun, wanneer ze verliezen, dan moeten ze gewoon gaan kijken naar de punten waarop ze nog aan moeten werken. En er zijn altijd punten waar je aan moet werken. Maar door die punten te ervaren, moet je met de beste gaan vechten. Of met de beste spelen, acteren. Ja. En dan pas ga je je flaws zien en herkennen en kijken van hé. Maar als je de hele tijd geen competitie hebt, dan blijf je daar. Ja. Moet je weg. Ja. We denken niet terug. We kijken naar voren. Ja, ja, ja. Wat we doen. Mijn naam is Suzette Dumfries. En ik ben de trotse afstammeling van tot slaaf gemaakte mensen die weigerden niet te geloven dat de toekomst anders zou kunnen zijn en dat zij zelf de macht hadden om dat te verwezenlijken. Kitty Kotti is voor mij de dag dat ik mij toeleg op het nemen van een inventarisatie van de consistentie waarmee mijn voorouders hun zweet, hun bloed en zelfs in sommige gevallen hun leven gaven, zodat ik op een dag de kracht en het recht zou hebben om het leven volledig te ervaren. Er is een Haitiaanse gezegde en die zegt: de nacht is lang, maar onze dromen duren langer. Kitty Kotti is de dag waarop ik mezelf eraan herinner me niet te concentreren op de duisternis. En ook niet op de lengte van de nacht.
maar om verder te dromen. Altijd vooruitkijkend. Niet door de lens van het ergste dat ons is aangedaan, maar met de kracht die voortkomt uit het beste dat in ons is overgebleven. Voor mij is Kittikoti dus niet het herdenken van de slavernij, maar het durven invulling te geven en uitvoering te geven aan onze vrijheid. Ai, Mina Kwasi. In juli 1873, in juli 2022. Samiviri zou doen, abiv registreer, hergroepeer. En Aworoko, Soso voegen niet. Aworoko zou de bigisma van doen. Soso lobby. Ik kan niet continu als maatschappij koersen op ego. It's against nature. Wij moeten als individu in balans zijn. We trainen onszelf. En martial art is één manier om dat te doen. De sport, het onderwijs, maar ook religie, kunst. Het zijn allemaal instrumenten die de mensheid tot de beschikking heeft om meer rust te krijgen, meer balans te krijgen in het leven, met zichzelf en met elkaar. Wat we doen. Het leven bestaat uit de ik, de jij en de wij. En we hebben elkaars verhalen nodig om ons eigen verhaal soms beter te begrijpen. In wat we doen draait het om onze drijfveren. Waarom doen we wat we doen? Het gaat om het bespreken van taboes. Dingen die we normaliter niet over zouden praten, maar als we het doen, voelen we zelf dat we een goed gevoel erbij krijgen. Plus, het zijn tools voor anderen om dat misschien te proberen, om dit levenspad te bewandelen. Ik dank u allen voor het luisteren naar wat we doen voor een jaar lang nu. Ik kijk met positiviteit, goede gezondheid en good mindset uit naar 2023. Ik wens je echt veel zegen, veel rust en voorspoed. En denk eraan, be kind. Be kind to yourself and be kind to you. Blijf nog even erbij. We gaan even nog door met gedachtegangen, uitspraken en hersenspinsels van wat we doen 2022. Beste luisteraars, hier is Rauw en Buik. Je luistert naar wat we doen. En wat we doen is mooi. Wat ik doe is creëren, geven en blij maken. Dat is mijn kern. En wat anderen doen, dat doen anderen. Maar heel dicht bij jezelf blijven, dat is de kern van wat we allemaal moeten doen. Wat we doen. Luisteren. Ik ben vader en ik denk dat ik het door vallen en opstaan en leren steeds beter ben gaan beheersen. Een stukje vaderschap. Het is echt een vak. Laten we ons niet realiseren als we dan beginnen. Ja, en ik gun iedereen dat ze dat vak echt gaan beheersen. En het ook echt zien als een serieus vak, vaderschap. Het is zo belangrijk om echt voor je kinderen te zijn en je kinderen iets goeds mee te geven. En dat mogen we nooit vergeten. Als we zouden schrijven zoals we praten, zou het besef dat wij de verhalen zijn bezinken. Met durf als kompas zouden we meer doen wat we denken. Ook niet altijd raadzaam, aangezien onze drijfveren variëren. Maar in het praten gaat het niet om wat goed of slecht is, maar de focus op hoe het zou komen dat we doen wat we doen. Dat zou ze doen. Doe, Mika. Adu, Echarawaka. Dus, doe. Jij als moeder, je loopt rond, je bid, God neem over. En ze laten je precies in die kamer alleen. Die hulparts, die keek ik nog in de ogen aan toen ze aan het reanimeren waren. Ik zeg, mijn meisje gaat dood om jou. Ik zeg, kijk eraan en kijk mee in mijn ogen aan. En hij loopt, hij zakt zijn hoofd en hij loopt uit die kamer. Mm-hmm. Het is zwaar. Het lijkt alsof ik sterk ben. Maar diep van binnen
schokt het me echt. Te meer wanneer ik thuis ben. Omdat elk moment dat ik mijn ogen sluit, zie ik het voor me gebeuren. Omdat ze letterlijk in mijn armen is heen gegaan. Weet je, natuurlijk, je bid, je huilt. En ze heeft het behoorlijk uitgehuild. Ik natuurlijk ook. Ja. Maar we weten ook dat Isabel niet terugkomt. Praat en leer communiceren. Want communicatie is het beste dat je kan doen. En het beste dat je kan hebben. Want door te praten kom je achter heel veel. Het is soms moeilijk. Vooral als je het niet hebt aangeleerd. En vooral als dat niet is. Dat niet jouw environment is geweest. Jouw omgeving is geweest. Maar probeer. Het gaat niet altijd 1, 2, 3. Maar it's gonna prove that. Of it's gonna show that you wanna be there. At some point. Zoals ik zeg, mijn hart zit echt bij de jongeren. Gewoon voor hun. Omdat ze echt kwetsbaar zijn. Mm-hmm. Al die veranderingen moet je weten. Dat je wel kwetsbaar bent voor mentaal. Voor depressie. Komt vaak voorbij. Omdat gewoon je lichaam verandert. Je sociale status verandert. Zoveel veranderingen. En dan gaat iemand je nu nog zeggen. In een mooi. Je kan het zo gemakkelijk geloven. Dus als we daarmee iets doen. Dat we hun wat veerkrachtiger. Ja, dat is het. In veerkracht zou ik investeren. Wat we doen. Ja, eigenlijk is dit al een wereldissue. Maar in Suriname is er nu echt een issue met bejegening op de werkvloer voor vrouwen. En heel veel van deze incidenten zijn heel veel aanmeldingen. En dan merk je hier en daar wordt omgekocht. Maar uiteindelijk wordt het niet echt aangepakt zoals het aangepakt moet worden. Als je deze dingen hoort in onze maatschappij, toch? Wat voor advies heb je voor deze vrouw? Het advies, denk ik, laat het er niet bij. Weet je? Als iets ongewenst is voor jou, dan is het ongewenst. Ongeacht of het als grap was bedoeld, of als het niet zo was bedoeld. Dat maakt niet uit. Als iets ongewenst is voor jou, dan is het ongewenst voor jou. Toch? En dan mag jij er een punt van maken. Toch? En ik weet dat men vaak in een positie is waarbij het iemand is die machtiger is dan jou. Mm-hmm. En dat maakt het zo moeilijk. En daarom is het altijd fout. Als iemand die meer macht heeft dan jou, je aanraakt of bepaalde opmerkingen tegenover jou maakt. En jij vindt het niet leuk. Want misschien vind je het leuk. Maar prima, is er geen vuiltje aan de lucht. Maar als jij het niet leuk vindt, als het over jouw grenzen heen gaat, dan is het altijd fout. Weet je? Dan mag het. En dan moet je er een punt van maken. Doe aangifte. Dien een klacht in bij HR. Dien een klacht in bij de directie. Lastig als het de directeur is natuurlijk. Maar dan kan je nog steeds bij HR een klacht indienen. Mm-hmm. En je kan ook nog steeds naar de politie stappen. Er is ook een speciale instantie, Stichting Ilse Heenaar-Hewitt, die specialiseren zich op dit gebied. Mm-hmm. Ongewenst gedrag op de werkvloer. Maak contact met hun. Oh. Is het Faudea? Day in I put in my onesie, baby. Faudea. Is it Faudea? My sifaye gwea, so luguna taki dai kwam baby, sidon dai yea, that's a man a bifu seka. Baby na you na fosi fesi, sa me shi tem weki, ya bi so you me opo luku ya ganeti, e luku e fiebo, tika me wala si yo. Mina puti angata sa mameti, megi lesi peki, kadu sefi sa taki neja eni de begi, kem de you want te go, noiti me wala si yo. Pika you moi, you moi, you moi, you moi. Wadu su tonga antangi fi. Pika mi belasi na you wan besa pu mi na pasi. Begili bigi yanga wan wanbi. Eji faudea. Day na ipu di me wan shi baby. Faudea. Eji faudea. Ma eji faye gwea. So lugu na taki dai kwan baby. Kidon dai yea. Da sama na bifu seka. Baby na fele, ame ae so dati, mio lobi so langadi mwe naki. Fuden tai gifi towe mi, de koli o de o kimi. Fide sasi, bo chai ni mbo fwati, ya po ima gadu sabi.
Dai bio si sa mie figi. Na wasa marobi u momia. Dei a mi se sa niai momia. Da mi si na padu. Kamia u fi kam baby. Isi faudea. Dei na i pudi mi avansi baby. Faudea. Isi faudea. Ma isi faeguea. So look on attacky dai kwam baby. Si den dai ea. That's a man a beef for seka. They want one day, one pass it. Bisha fama odo, umusudo. Akosum kaimbala timo waka dingi watada usidombo. Umusubo, luku yamdo. Baby take give me say one more. Sama na ode fubali me. Amoite musute ken futo. Pika yumoi, 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 yumoi. Wadu sutonga antange fi. Pika mi belasi na yuwa wambesa pu mina pasi. Begi gadugi yanga de Gandhi. Isi faudea. Dei na impuri me awanshi baby. Faudea. Isi faudea. Faudea. Ma isi faeguea. Solo guna taki dai kwam baby. Kidonda yea. Ta sama na bifu seka. Isi faudea. Ah, she found it. Ik ben Borger Breeveld. Strevidentie, 25 jaar. Of nee, is nog veel meer, 47 dacht ik. Is, ja. Ja, wat zeg je erbij? Ik weet het niet. We zullen het eindelijk samen moeten gaan doen. En zolang dat niet het geval is, gaan we niet vooruitkomen. Ik weet dat het woord revidentie komt van Trefossa. En dat heeft hij verteld aan Hans, mijn jongere broer. En die moest het hier algemeen bekend maken in Suriname. Henny de Ziel heeft het goed bedoeld. En de brengers van de onafhankelijkheid ook. Maar we moeten diep in ons hart voor onszelf nagaan. Of dit het is wat we willen met dit land. We zullen moeten bundelen. Allemaal. Kuli, Blakka, Mans, Nisi, Ampanisi. Allemaal. Alleen dan gaat het werken. Alleen dan gaat het werken. Ik maak het nu al zoveel jaren mee, net zo lang als het bestaat. En ik heb nog steeds niet het gevoel dat we er zijn. Let's work on it, people. Let's work on it. Thank you. Wat we doen. De eerste slag. Omdat ik. Ik ben niet, het moment dat hij zei, hij gaat me slaan, voordat hij zei, heeft hij gezegd, tidi na tidi. Heeft dat hij tegen gezegd. Ik sta daar, right? En in mijn hoofd was eerst van, ach, je bent dronken. Snap je wat ik bedoel? Ja. Is like, en het moment dat hij me heeft geslagen, was ik echt in shock. Omdat hij heeft gezegd dat hij dat nooit zou doen. Ongeacht de situatie en wat dat soort dingen. Hij is niet. Maar dat zeggen ze toch? Mannen, meestal. Ik, hoe je me hier zit, ik ga nooit ervoor slaan. Dat is niet in me alles. Hij zei dat ook. En bij die eerste slag was ik echt zo van. Maar in het moment van die eerste slag kwam die tweede slag. En die eerste slag was aan mijn hoofd. Dus hey, ik stond zo. Dus de zwaai is zo gekomen. Met een peper. Met twee peper. Het was dat, je weet toch, aan de achterkant van een raf heb je zo'n soort. Zakje. Yeah. Dat heeft, het hangt aan twee dingetjes. Yeah. Dat heeft hij genoemd. Heeft hij full on gezwaaid naar mijn hoofd. En dan deed ik zo, ben ik gekeerd, full on. Die zei doorgaan full on gezwaaid naar hier. Mijn arm was gelaten. Mijn schouders full on gezwaaid. Daarna weer gezwaaid. En daar heb ik uiteindelijk ben ik naar achter gegaan. Die zijn me in mijn hand geslagen. Toen ben ik gevallen. Toen is hij gekomen, begon hij van boven uit te slaan. En dan wat ik begon, is begon mijn moeder te roepen. Om te schreeuwen. Mm-hmm. Ik echt leuk. Zij moest mijn bek houden, bla bla bla. Toen mocht ik doorgaan met schreeuwen. Maar
En toen hoorde je niet? Nee. Zo. Dat heette supergroot. En dan daarna naar je auto, vernielde je auto? Ja, hij is uiteindelijk achtergestapt toen ik luider begon te schreeuwen. Dan stapte hij zo achterwaarts naar buiten en gezegd: Mugwe, want anders moet je hier niet idee. Daar zijn we gegaan. Je wil als man anders zijn, maar je hebt ook wel. Je hebt ook die lust. Je bent toch ook, je hebt ook de hormonen. En dat is dus altijd ook wel een conflict. Want hoe is het met jou dan? Ja, dat heb ik ook. Dat is gewoon jouw verhaal. Ja, ja. Als je nu terugkijkt, hè, en je zou een vrouw dan, dat je iets gedaan hebt met een vrouw, dat je denkt van, nou ja, dit kon wel ietsje beter als jullie. Ik denk dat ik, natuurlijk heb ik dat soort dingen ook wel gedaan, waarvan je denkt van, dat kon wel ietsje beter. Maar met de jaren word je natuurlijk, ja, je zelfbeheersing wordt natuurlijk groter. En ook je, als je al ervaring hebt waarvan je weet van, hey, dat gaat me niet meer overkomen. En dan moet ik mezelf beter beheersen. En weet je, die stap ga ik niet eens zetten. Dat krijg je natuurlijk met de jaren wel. Als het goed is. Mm-hmm. Niet iedereen. Maar je hebt pas als die dingen zelf ook incident. Moet ik dat incident ook nee, vertellen? Nee, niet maar gewoon thematisch, weet je wel. Ja. Er zijn bepaalde dingen waarmee je dealt, toch? Ja. Ja. Net als hoe je boek hebt aan thematisch. Als je thematisch moet aanbouwen, welk thema was het? Het is altijd, denk ik, voor mannen, denk ik, is het altijd het thema van trouw blijven. Kan je trouw blijven? Ik denk dat elke man, dat voor elke man een uitdaging is. Dus je bent vreemd te gaan? Ooit, ja. Ja. Okay. En hoe voelde dat? Aan de ene kant is het natuurlijk heel spannend en heel fijn. En aan de andere kant voel je enorm schuldig. Mm-hmm. Dus dat is een dubbel gevoel. En uiteindelijk, wat was de balans? De balans is toen dat ik toen ben gaan scheiden. Oh. Ja. En toen wilde ik dus met die vrouw eigenlijk verder gaan. En met die ben je nu? Nee, helaas niet. Oh. Helaas, die ene vrouw luistert daar. Wat bedoel je helaas niet? Dat is toen niet gelukt. Oh. Ja. Ja. Wat voel je precies als je vreemd gaat? Het doet iets met je. Ja, maar ik denk, er zijn natuurlijk heel veel situaties en vormen waarin mensen vreemd gaan. Voor mij was het zo van, dan eigenlijk mijn huwelijk was al afgelopen. Alleen, ik kon de stap niet zetten. En dan ontmoet je iemand waarvan je denkt van, hé, maar daar wil ik mee verder gaan. En dan is natuurlijk de correcte weg om eerst te gaan scheiden en dan pas. Maar ja, in de praktijk is dat natuurlijk niet gebeurt dat niet helemaal correct. Dus ja. Je wordt dan meegesleurd, meegesleept. En dan, je wil gewoon met die andere verder. Dat is mijn ervaring. Maar dat is natuurlijk niet een standaard vorm van vreemdgaan. Je hebt ook vreemdgaan waarbij er absoluut geen intentie is om met die persoon verder te gaan. Ja. Nee. Ja. En dat is wel een heel groot verschil, denk ik. Ja. Maar mooi om jouw piek te horen. Heel mooi. Ik ben je echt dankbaar dat je dit deelt. Stel, je bent echt 7 jaar met een persoon. En die persoon gaat vreemd. Gooi je al die 7 jaren weg. Gooi je alles wat je met die persoon hebt opgebouwd. Gewoon weg. In één keer. Houd er vanaf hoe het gebeurt bij sommige mensen, denk ik hoor. Want het is... Ja, kijk, als het herhaaldelijk gebeurt en je wilt eigenlijk in een monogame relatie zijn. Nee, maar kijk, met vreemdgaan is het soms ook met wie? What if you went to your sister or your best friend? Hoe ga je daarmee om? Neem je beste vriendin ook in huis en dan gaan we gezellig met elkaar door? Ja, nee, dat zijn wel gewoon... Andere dingen, toch? Ja, dat zijn lastige dingen. Ja, dat toch? Dus we weten niet. Dingen. Maar dat zijn dat is gewoon... Dat is vertrouwen. Want het zegt ook wel gewoon echt iets over jouzelf, je beste vriendin. Mm-hmm. Je weet toch? Mm-hmm. Het zegt iets over als jouw zus jouw man neukt. Want dat wil zeggen, jullie relatie, jullie band is niet healthy. Ja. Wat wil je achterlaten voor de wereld als je er niet meer bent? Ja, ik zou toch de wereld dan een beetje mooier gemaakt willen hebben op de een of andere manier. En ik zou de fakkel door willen geven die bijvoorbeeld Anton de Kom aan mij heeft gegeven. Of al die andere schrijvers die er voor mij waren op het moment dat ik me alleen voelde. En die zeiden tegen mij, ja hoor, het kan wel, doe het wel. Wees maar eigenwijs, geloof maar in je dromen. Zo, dat zou ik
Dat zou ik mooi vinden als mijn boeken dat ook doen over 60 jaar nog steeds voor andere mensen. Het hoeven echt niet heel veel mensen te zijn, maar als er af en toe is één iemand is voor wie een van mijn boeken dat zou doen, dat zou heel mooi zijn, want dat is waarvoor ik die boeken heb geschreven. Wees jezelf. Don't fake it. Wees jezelf. Want vroeg of laat komt men erachter wie je bent. Wat je eigen intentie is. Vroeg of laat. Dus wees jezelf. Wees eerlijk met jezelf. Rayodoro. Wat we doen. Bedankt voor het luisteren. Dit was de laatste aflevering van 2022 van Wat te doen, de review. Wees jezelf in voorspoed en in goede gezondheid. Check ons op YouTube en Facebook. Tot volgend jaar. Ciao, ciao. Je bent wat je doet. Niet wat je denkt dat je zou moeten doen. Wat we doen. Een radioprogramma dat ingaat op onze drijfveren en het bespreken van taboes. Hoe zou het komen dat we doen wat we doen? Elke vrijdag van 8 tot 9 uur 's avonds met je host Solile Blinker op de Powerstation SRS. Kom gezellig erbij en laat je inspireren.